We staan hier tussen de F-pier en de E-pier. En we zijn bezig met het bouwen van een extra verdieping. En het resultaat van de verbouwing kun je al deels zien. En dit doen we om centrale security te kunnen invoeren. Zoals jullie kunnen zien staan we hier midden tussen de vliegtuigen. De vliegtuigen worden gewoon afgehandeld terwijl wij aan het bouwen zijn. We zijn nu op de kop van de F-pier. Dit is gate F9 en we zijn hier bezig met een tijdelijke constructie te bouwen. Zodat we een groot glazen dak in de kop van de F-pier kunnen maken. Je ziet de plek waar we nu zijn is vrij donker. En het idee was om de lichtere gate te maken. De invoering van centrale security geeft ons de kans om alle wanden van de gates weg te halen. En ook de security opstellingen. Dit geeft ons veel meer ruimte en de mogelijkheid om veel meer zitcomfort aan de passagier te bieden. Hier zien we de doorgang van bagage door het bouwterrein. Dat doen we om bagage gewoon af te kunnen handelen, zodat de passagiers hun bagage mee kunnen nemen in het vliegtuig. We hebben hier hekken gemaakt. Zodra bijvoorbeeld deze cementwagen die hier staat weg moet, dan worden hekken opengezet. Dan wordt heel even het bagageproces stilgezet. De cementwagen die vertrekt naar buiten, hekken gaan weer dicht en bagage kan weer afgehandeld worden. De bagage moet continu doorgaan, want de vliegtuigen moeten op tijd weg. Maar de bouw moet ook doorgaan, want het moet wel op tijd klaar. En dat betekent intensieve afstemming. En dat lukt heel goed. We zijn nu op de Holland Boulevard. Zoals je kunt zien hebben we de hele gevel in de stofschotten gezet. Dat is omdat we aan de buitenkant een uitbouw van 16 meter aan het maken zijn. Omdat het heel donker wordt en om de passagiers toch een idee te geven wat erachter gebeurt, hebben we raampjes gemaakt. De E-pier is zeker in gebruik. We bouwen op de pier een nieuwe overlaging. De passagiers op de eerste verdieping kunnen gewoon afgehandeld worden, kunnen daar gewoon lopen. Alleen het enige is dat we materiaal om te kunnen bouwen in de nacht moeten aanvoeren op de pier. En dat kan niet overdag, omdat anders het luchthavenverkeer gestremd wordt. We staan hier aan het begin van de E-pier. Zoals je ziet hebben we hier een tunnel gemaakt omdat het dak van de E-pier afgehaald is voor de constructie van de tweede verdieping van de E-pier. Zoals je ziet is het voor passagiers wat minder overzichtelijk. Daarom hebben we tijdelijke maatregelen getroffen. Dat is onder andere tijdelijke bebording. We geven informatie op de stofschotten en er is extra personeel aanwezig om vragen te beantwoorden en passagiers verder op weg te helpen.